Jongens, de verkiezingen staan voor de deur en nou hebben wij hier bij de Telegraaf in de studio een aantal lijsttrekkers te gast gehad. Lijsttrekkers van de grootste partijen. Ik heb het over Rutte, ik heb het over Wilders, ik heb het over Sigrid Kaag, Ploemen, Hoekstra. We hebben ze hier allemaal op de bank gehad. En nou hebben we een aantal vragen gesteld die jullie ingestuurd hebben van de week. Hier hebben we een compilatie van gemaakt en daar ga je nu naar kijken. Kijkt u wel eens YouTube? Nou, sterker nog, ik heb zelfs zo'n YouTube Premium abonnement. Okay. Daar kan je namelijk zonder reclame kijken. Ja. En ik doe dat wel, ja, absoluut. Dan kan je gericht kijken. Wat zijn dan een beetje de favorieten? Waar houdt u van? Nou, van alles. Ik hou heel erg van politieke interviews. Niet alleen in Nederland, maar ook van Amerika. De beste interviews van Reagan en noem maar op. Dat soort gekkigheid is mijn hobby om daarna te kijken. Muziek ook. Vind ik ook leuk om tussendoor af en toe naar te kijken. Dus kattenfilmpjes, kan ik me voorstellen. Kattenfilmpjes, ook leuk. Hoe heet ze ook weer? Er zijn twee hele bekende katten. Ik ben de naam even kwijt. Die hebben ook een kanaal, dus ook dat vind ik af en toe leuk. Maar nogmaals, ik zit er niet de hele dag achter, maar ik vind het wel ontspannend om soms in bed met je iPad een beetje van die filmpjes te kijken. Ja, ik kijk zelf best wel veel op YouTube, maar dan is het meer dat ik even kijk wat is trending, hè? Wat zijn de laatste muziek vaak en dat soort dingen, gewoon een beetje bij te houden. De eerste, die is van Marjolein en die vraagt: hoe gaat u er nou voor zorgen dat jongeren en jonge starters een woning kunnen kopen? Ja, nou, dat is een superbelangrijke vraag. En het is ook de lastigste, denk ik. Ja. We hebben een aantal plannen, net zoals andere partijen. Het startpunt is, het is niet makkelijk vandaag of morgen opgelost. We moeten 1 miljoen woningen bouwen. Kaiser Ollongren heeft wel een record de laatste 2 jaar kunnen vestigen. Maar het is gewoon niet genoeg. Wij hebben deze periode natuurlijk al de overdrachtsbelasting afgeschaft. Dat is met andere partijen. We willen die hypotheek langer laten lopen voor jonge mensen. En dat je maar 50% hoeft af te betalen. En plus we willen zorgen dat als je bijvoorbeeld een studieschuld hebt, dat die veel minder meetelt. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat we allemaal gaan bouwen, bouwen, bouwen. En dat we dat mogelijk maken door een ministerie, nationale regie en goede samenwerking met de gemeentes. Maar de huurprijzen, die moeten ook gereguleerd worden. Want zolang je niet kan kopen, moet je huren. En veel jonge mensen kunnen ook niet eens sparen. En wat zo fijn is als je dat kan doen. Dit is de eerste van Marinko Eerman. En die vraagt: hoe staat u tegenover de snel groeiende crypto-industrie? Nou, ik vind die techniek, zou ik tegen Marinko willen zeggen, ik vind die techniek, die vind ik hartstikke mooi. Dat gaat, dat gaat bij ons blijven. Dat gaan we de komende jaren, gaan we daar nog heel veel plezier van hebben. Dus die gaat niet meer weg. Sowieso ben ik altijd heel erg voor innovatie en kijken hoe je dingen wel mogelijk kan maken. Heeft u zelf Bitcoin? Ik mag zelf helemaal niks als minister van Financiën op het terrein van speculeren of van aandelen. Maar er is wel één ding waar we ook goed over moeten nadenken. En dat is dat je ziet dat met name de georganiseerde misdaad ook heel massaal gebruik maakt van die crypto's. Dus daar moeten we echt wat aan doen. Want dat kan niet een soort nieuwe manier van witwassen worden. En heeft u een idee daarover? Van wat moeten we daar dan aan doen? Ja, dat zal je dus moeten reguleren. En je ziet dat de Nederlandse bank daar over nadenkt. De Europese Centrale Bank, men is in Amerika mee bezig. Maar je moet wat mij betreft zorgen dat je die innovatie behoudt. Dat je alle mogelijkheden die crypto biedt, dat je die gebruikt. Maar je moet wel zorgen dat we dat tuig wat daar geld op witwast, dat we dat aanpakken. Mark Muskens en die vraagt: waarom kost een simpele ja-nee-vraag in de Tweede Kamer 15 minuten om te beantwoorden? Soms wordt er zo erg omheen gedraaid en hoor ik niet eens een antwoord. Dat doet u nooit natuurlijk, hè? Nee. Hier ga ik een heel kort antwoord op geven. Ja. Omdat we in de Tweede Kamer ook willen uitleggen waarom het een ja of waarom het een nee is. En dat soms korter kan en niet tot midden in de nacht hoeft, dat ben ik wel heel erg met hem eens. Ja. Dank u wel. En misschien iets minder formeel dan, zou voor de jongeren ook wel helpen, toch? Qua terminologie dat ze het wat beter begrijpen ook. Soms wordt er in de Tweede Kamer worden natuurlijk woorden gebruikt waarvan ik zelf ook wel eens denk, wat betekent dat nou eigenlijk? Weet je, allemaal van die woorden uit beleidsnota's. Dus ik ben er erg voor dat we, zoals we hier ook doen, in normale taal met elkaar spreken. Oh, ja. Maaike Lange, meteen een inhoudelijke. Hoe verzorgt u uw blonde lokken? Nou, ik ben woensdag, de eerste dag dat het weer mocht, ben ik meteen naar de kapper gegaan. Want het werd wel tijd dat het weer werd geknipt. En dat ook het blond er weer een beetje bij kwam. Dus dat doen de kapper van mij. Tom, die vraagt, wat is uw favoriete voetbalclub? ADO. Maar ik woon in Den Haag. En ik vind dat ik weer verloren, hè? Dat gaat niet lekker dan. Nee, hier zitten echte experts. Ja, ik weet ook niet of ze gespeeld hebben. Ik zeg alleen maar, ik steun ADO, want ik woon in Den Haag. En ik vind het dat je een beetje, de stad waar je woont, moet je de club steunen. De vraag, die is van Ruben van Harn. Blijft het CDA tegen een algeheel vuurwerkverbod?
Ik ben geen fan van zo'n algemeen vuurwerkverbod. Ik vind sowieso dat lokale tradities, neem het karbietschieten, dat soort zaken gewoon door moeten kunnen. Het is wel zo dat ik vind dat als je nou ziet hoe groot de ellende is in de ziekenhuizen en hoe groot de ellende is voor de politie, dat je daar heel serieus naar moet kijken. Maar het allemaal totaal afschaffen, dat vind ik een stap te ver. Vera, die stelt de volgende vraag. Waarom mogen studenten van het HBO en de universiteiten nog steeds niet naar school? Ondertussen mogen mensen wel weer naar de kapper. Stellen wij dan niks voor? Ik snap die vraag. En we hebben, de Kamer heeft ook gezegd, en ik ben het daar zeer mee eens, zodra er weer iets kan, zijn er twee dingen die je met prioriteit wil doen. Het eerste is HBOW, het andere zijn de terrassen in de horeca. Zodra er weer iets kan. Of dat kan, moeten we gewoon de komende dagen nader analyseren. Het probleem is, 500.000 jonge mensen die naar een HBO of een universiteit gaan. Dat betekent 500.000 bewegingen. 500.000 risico's dat iemand tegen iemand anders opbotst en het virus overbrengt. Dus we zijn nu aan het kijken ook, kun je met testen nog veel meer doen in die groep? En hoe zou dat dan moeten? Misschien zou je kunnen zeggen één dag open in plaats van helemaal open, zoals we in het MBO gedaan hebben. Maar of dat nu al kan, ben ik nu nog niet heel optimistisch over. Lucas, en die vraagt, met wie uit de Kamer heeft u de beste band? En Lucas is streng, de eigen partij telt niet. Oké, ja. Oh, ja. Ik met een paar mensen heb ik echt een hele goede band. Maar ja, we zouden er één willen horen. Sadet Karabulut van de SP. Oh, ja. En die gaat helaas weg. Ja. René Lange die vraagt, hoe kunnen we de politiek nog serieus nemen? Als jullie bij voorbaat partijen uitsluiten. Ons wordt al vanaf de basisschool geleerd om samen te werken, ook met iemand waar je niet zoveel mee hebt. Waarom kan dat nou bij jullie niet? Kan om principiële reden niet. Hartstikke goede vraag. Ik sluit Forum uit vanwege hun gedachtegoed. Antisemitisme, vrouwenhaat, discriminatie. Daar moet je niet mee willen samenwerken. Dat is normeren. En hetzelfde voor wat betreft de PVV. Het is een partij die in het huidige verkiezingsprogramma eigenlijk van A tot Z spreekt over een discriminerende politiek. Dat moet je niet willen. Dat is ook politiek serieus nemen. Als het gaat om normen en waarden en wie we zijn als samenleving. Maar de kiezer, die staat bovenaan. Die nemen we wel serieus en hun zorg. Thomas van der Greft die vraagt, waarom zou ik eigenlijk op u moeten stemmen als u wordt uitgesloten door andere partijen en niet iedereen met u wilt samenwerken? Nou, omdat, kijk, de premier, en als een arrogantie, die zegt voor de verkiezingen, ademocratisch en een belediging voor de kiezer, zegt hij, ik ga niet met de PVV. En ik heb net al een paar keer gezegd, dat betekent dus dat hij met links gaat. Nog meer immigratie, nog meer klimaatonzin, dat GroenLinks en Kaag, dat die in het plus komen. Maar Rutte is niet de baas. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, u bent de baas. Op 17 maart, als u de PVV groot genoeg maakt, nog groter dan we nu zijn, dan heeft Rutte geen keuze. Dan moet hij anders misschien met 5, 6, 7 partijen gaan werken, wat onwerkbaar is. Dus maak de PVV, ga vooral stemmen, sowieso, dat is democratisch. Maar hoe groter je de PVV maakt, hoe moeilijker het is voor Rutte om zijn dreigement uit te voeren.